Mijn moeder is 92 en is nu aan het dementeren. En kort geleden zei ze tegen me, jij begrijpt niet hoe erg het wel niet is, want ik raak mezelf kwijt. Mm-hmm. En toen vroeg ik me af, raak je nou met die ziekte je ego kwijt? Nou, het organisatiepatroon valt uit elkaar. Zo zou ik het liever zeggen. Maar het ego blijft gewoon zitten. Ja, maar dat kan dus op een andere manier gaan functioneren. Dus wat dit wel laat zien, is dat die vaststaande identiteit waar wij in geloven niet bestaat. Er hoeft maar even iets mis te gaan en er ontstaan allerlei vreemde reacties, zoals ik wel eens verteld heb. Mijn moeder die werd haar hele leven misselijk als er melk of yoghurt in de buurt was. Nadat ze dement geworden was, lepelde ze alles gewoon naar binnen. Dus ze was vergeten dat ze daar een schurfthekel aan had. Maar ze had nog steeds voorkeuren, aversies. En alleen het was niet te volgen vanwege de afasie. Wat de voorkeuren en aversies precies waren. Maar... Ja, dus het organisatie, ja, dat vind ik ja, wel. Dus door John Gray kwam ik op die term, ik geloof dat in de leiband of zoiets ik dat voor het eerst noemde. Waarvan dat je ons zou kunnen zien als een organisatiepatroon. Nou, op een gegeven moment kristalliseert dat min of meer uit. Dan weet je een beetje wie je bent, zoals we dat dan noemen. Maar het is een bewegelijk, het is een dynamisch iets. Dus daar kunnen dus een intense positieve ervaring of een intens traumatiserende ervaring kan daar een shift in brengen, maar hersenaandoeningen net zo goed. Ja. En voor mij, zoals ik naar die dingen kijk, laat het alleen maar zien dat die vaststaande identiteit die wij denken te zijn, dat vaststaande ik, gewoon een verzinsel is. Ja, daar ga ik over nadenken. Yes. En kijk, vanuit het perspectief van je moeder in dit geval, dus vanuit het perspectief van de dementerende, die is niet op zoek naar een rearranging van het organisatiepatroon, nee. Of op zoek naar het overstijgen van het ego of iets dergelijks. Het is een ongeluk wat gebeurt. Dus dat voelt in de periode dat er nog helderheid genoeg is om dat gade te slaan, is er over het algemeen een hoop angst en frustratie. En I get that. Nou en of. Dus dat is heel begrijpelijk en that's okay. Ja. Ja, ik had even een lichte hoop dat er misschien ook nog iets positiefs uit zou komen. Ik zie er niet zoveel positiefs in. Omdat ze zo zei, ik raak mezelf kwijt. Ja, toen moest ik dat, dacht ik, ja, wij doen ons best om onszelf kwijt te raken, maar... Ja, precies, maar niet op die manier. Ja, ja. Nou, je kunt ook jezelf kwijtraken in de zin van psychose of krankzinnigheid. Dan ben je ook jezelf kwijt. Dan is het organisatiepatroon all over the place. Maar het is niet een toestand om na te streven. Dus Punjabi zei al een keer, je kunt op twee manieren out of your mind, zo... Bewoog die naar boven, dan noemen we het verlichting, en naar beneden, dan noemen we het insanity. Nou hoor je heel soms ook wel eens dat inrichtingen, zeg maar misschien vroeger hoor, de helft van de inrichtingen vol zaten met mensen die misschien toch niet zo gek waren. Nou, de helft lijkt me veel, maar ongetwijfeld zaten er een paar tussen waar iets anders mee was dan dat de heren en dames psychiaters dachten. Oké, dankjewel. Ja. Ja. Ik heb steeds het idee dat ik hier maar naartoe moet. Ja, inderdaad. Daarom kijk ik net al. Van, ja. Waar ik gewoon last van heb, is gewoon dat ik heel neerslachtig ben. En dan sta ik ermee op en dat heeft gewoon... Ik heb zo'n gedoe met mijn dochter, dat ik daar niet uitkom. En dat het enige wat helpt, is gewoon mijn instinct volgen. En zeggen van, ik wil je gewoon even niet zien. En dat is van haar naar mij, maar ook van mij naar haar.
Wat is het probleem dan? Ja, dat ik me schuldig voel. Want ik denk van, waarom kunnen dieren dat wel? Waarom kan een, maar jij hebt het over een olifant, waarom kan die gewoon zijn kind vergeten? Ze zijn er wel even verdrietig over, maar op een gegeven moment lopen ze door. Ja, lopen ze door. Dat is handiger. Ja. Maar goed, daar heb ik last van. En dat irriteert me, want dan daar kan ik geen afstand van nemen. Ja, maar ik zei er straks al van, waar je belang aan hecht en waar je tegen vecht, daar zet je aan vast. Dus vandaar inderdaad, van als we ergens interesse in hebben, in plaats van zeggen dat het slecht is, of dat het juist zo moet zijn, alleen door interesse kan er een verandering in komen. Dus waarom worden we neerslachtig? Omdat we op 100 keer op dezelfde manier proberen iets op te lossen wat niet werkt. Ja, dan zou ik ook neerslachtig worden. Ja, dat is een spreekwoord wat ik vaak gebruik in mijn spreekkamer is van, dan wijs ik naar de muur en dan zeg ik van ja, je kunt 100 keer proberen daar naar buiten te komen, maar de deur zit daar. Dus het vergt even omdraaien en even zien hoe de kaarten liggen en oh, daar. En dan blijkt de deur ook nog altijd nooit op slot. Dat is met dit soort dingen ook, van als je dus het blijft benaderen vanuit dezelfde mindset of vanuit dezelfde hechting, om het zo maar te zeggen, dan blijft het probleem voortduren. Je zal een ander perspectief moeten vinden. Ja, maar dan moet je toch wel eerst die afstand nemen. Ja, of heel goed doorhebben dat als ik 100 keer hetzelfde tegenkom, dan komt dat omdat ik het 100 keer op dezelfde manier aanvlieg. Ja. Dat is niet handig. Nee. Het werkt niet en het dient jou niet en het dient haar niet. Het dient niemand. Dus gewoon een beetje ruimte is niet verkeerd op zich? Sowieso niet. En zeker als iets te belangrijk wordt, is het eigenlijk altijd handig om een paar stappen terug te doen en eens even de aandacht op iets anders te richten. Ja. En te luisteren, kijken en voelen naar van oké, hoe kom ik toch de hele tijd dat ik in diezelfde loop terechtkom? Hoe vaak moet ik mijn kop stoten aan die muur om door te hebben dat ik daar niet naar buiten kom? En als het dan bijvoorbeeld gaat over schuldgevoel, van oké, daar kan ook interesse in zijn. Hoe zet ik schuldgevoel in elkaar? Welke ideeën heb ik daar allemaal voor nodig? Welke emotionele lading heb ik nodig om dat bouwwerk overeind te houden? Welke ideetjes van een vader hoort of een dochter hoort? Er zitten zoveel aannames in om dit gaande te houden. Ja. En niemand heeft er wat aan. Wij ook niet. Want we hebben liever dat je gewoon vrolijk en opgeruimd rondloopt. In plaats van... Ja, als ik er niet mee bezig ben, dan lukt dat wel. Dus. Maar ja, dan moet ik dat toch even kwijt hier. Ja, dat is toch prima. Dat mag toch? Ja, maar is toch ook gezeur op zich? Ja, maar Jezus... Ik luister al 25 jaar naar gezeur, dus... Ja, dan ga ik zitten. Daarvoor was het mijn eigen gezeur en daarna... Maar ook wel weer leuk om je te zien. Nou, trek je daar dan op. Kijk, ik heb al eens eerder gezegd, er zijn twee categorieën mensen die niet deugen. Voor de rest valt het mee. Dat zijn ouders en dat zijn kinderen. Dus, chill. Je kunt het toch niet goed doen. Fuck it. Iemand anders zei, de meeste mensen zijn goed, alleen de bevolking deugt niet. Dat is een Duitser notabene. Ze zeggen dat die geen gevoel voor humor hebben, dat is niet waar. Kom op, vragen stellen, anders ga ik naar huis. Inzichten delen, mag ook. Hallo. Hoi. De grap die je net maakt,
Zo denk ik ook graag. Tegelijkertijd werk ik in de zorg en dat is not dan om zo te denken. Ja, sowieso moet je niet zoveel grappen maken. Beter van niet, hè? Ja. En ik merk dat ik hem ook nodig heb om hem actief te houden, om in een bepaalde gezonde staat te functioneren. Ja, kan me voorstellen. En het wordt niet geaccepteerd. Met als gevolg wat ik dan, zeg maar, creëer in mijn toneelstuk. Dat ik me inbind en doodongelukkig word. En de vrijheid behouden om die grappen gewoon te kunnen maken. En te denken, jongens... Ja, op zijn minst innerlijk. Ik zeg niet altijd alles. Nee, ja, beter van niet. Ja. Ja, en ik merk dat ik een soort indoctrinatie van hoe de gevestigde orde, of hoe de meerderheid van de mensen denkt, om de gedachte te krijgen dat ik daaraan moet voldoen. Dat is wat ze het liefste hebben, ja. Ja, daar word ik doodziek van. Maar ik denk, ik moet er wel weer naar terug. Ja, kijk. Ik zou gewoon, denk ik, proberen om heel langzamerhand de collega's, zal ik maar zeggen, op te voeden. Dus met kleine doseringen, vreemde humor. Gewoon kijken en op een gegeven moment, dan, ja, of ze nemen me voor wat ik ben, of ze vinden me maar een rare. En ja, dan is dat maar zo. Maar ik zou niet mezelf gaan lopen verstikken, wil ik dus zeggen. Nee. Ja, ik zie het veel om me heen. Dat mensen die niet met de grote massa mee kunnen eruit vallen. Ja. Ja. Alsof je een soort dubbel leven hebt te leven bij ja, maar kijk, strikt genomen heeft bijna iedereen dat. Hè? We hebben allemaal zo'n gezicht waarmee we, zeg maar, de samenleving tegemoet treden en het innerlijke. En dan hebben we ook nog dat. Dat? Dat. Dat kruis. Nee, zeker niet. Kijk, wat bedoel bewustzijn. Je? Bewustzijn. Het bewustzijn. Ik denk, je wijst naar achter. Ja. Dus een beetje uitzoomen en gewoon kijken wat er gebeuren wil. Niet laten inbinden. En kijk, wat we ook doen heeft namelijk consequenties. Dus als ik dingen ga roepen en ik word eruit geflikkerd bijvoorbeeld, dan is dat een consequentie. Als ik het niet ga roepen en ik stik in mezelf, is dat ook een consequentie. Dus ja, ik heb het liefste dat mensen gewoon zo open en vrij mogelijk functioneren en dan gewoon zien wat daarvan komt. Wat ik zelf gemerkt heb is van dingen gaan roepen, ja, dat is spannend en sommigen die vinden dat inderdaad niet leuk. Maar anderen die vonden het juist wel leuk. Dus je krijgt dan een wisseling van de wacht, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Ja, so be it. Ik ben er maar aan. Wat ik niet leuk vind, is als ik kritisch beoordeeld word. Ja, dat vind ik echt geen ruk aan. Nou, voor bijna gewoon niemand hoor. Maar dat staat in de weg. Ja. Goed. Nou, dan weet je dat, dus daar kun je dan interesse in hebben en kijken of je dat kan ontmantelen. En er is ook iets in mij, wat een tegenreactie, wat heel graag, hey, ik wil gehoord worden. Ik heb namelijk iets te zeggen. En die combinatie is een hele ingewikkelde. Sure. Daar zie ik dus dit is wel belangrijk om gewoon uit te zoeken. Want anders kunnen we ook nog gaan krijgen dat we in plaats van vrijuit creatief te zijn of grappen te maken, dat we de grappen juist gaan maken om de afkeuring op te roepen. Ja, die ken ik goed. Ja. Ja. En dat is net zo oneigenlijk als je mond houden. Nou, het is bijna een soort onbewust vragen om ellende. Yep. Om gewoon maar iets bekends te herhalen, denk ik. Ja. En om onze punten te bewijzen. Als ik sterk het gevoel heb dat ik niet mijzelf mag zijn, dan ga ik extra mezelf zijn om te bewijzen dat ik niet mezelf mag zijn. Zie je wel, de klootzakken. Zo heb je ook een hoop van die demonstranten die zo rondlopen. Ik was gisteren in Rotterdam, dat was erg gezellig. En dan dacht ik ook van, ah ja, van die types. Oké. Okay. Nou, dat was het volgens mij. Interesting. Good. Dank.
Ik vroeg me af, heb je dan ook nog een beetje dat je wel kan voelen van, oh dan voel ik me, of jij zegt er zit geen verschil, ook als ik in het denken zit. Ik zit niet in het denken. Maar je weet wel wat er bedoeld wordt, toch? Dat voelt toch zo? Nee. Voor mij dan? Ja, precies. Maar hoe heb je een fase ooit gehad waarin je dat ook zo... Ja, uiteraard, natuurlijk. Ik zat overal in. Ik was overal in verstrekt geraakt, zeg maar. Maar je voelde ook op een gegeven moment verschil, toch? Van dat je dat wakker deel en het... Nee, geen wakker deel. Je bent wakker of je bent niet wakker. Maar de fase heb je vast... Heb je dat gehad, een fase van weer zijn, dat je het gevoel hebt dat je weer even... Ja, uiteraard. Ja. Maar heb je dat nu niet meer? Nee. Nee. Dus er is denken en er is soms geen denken. Er is soms een emotie en er is soms geen emotie. Maar het grootste verschil is sowieso dat ik er niks van vind. Dus ik heb nooit het idee dat als er een emotie of een gedachte komt, dat die er niet zou moeten zijn. Of dat die iets in de weg zou zitten eigenlijk. Dat kan helemaal niet. Maar vroeger dacht ik van wel. Ja, ik merk dat ik daar nog wel een controle dingetje op heb zitten. Dat je dan toch al die trucjes een beetje van, oh, oké, ik mag mee zijn. Of ook mag het aankijken. Of nee, daar heb ik nooit. En voor een deel komt dat omdat ik het niet interessant vind eigenlijk hoe ik mij voel. Dus ik zit niet de hele tijd van, oh, hij voelt zich zus of zo. En oh, wat erg of fijn of... Dat is gewoon helemaal nu oké. Nee, het is gewoon wat het is. Ah ja, nee, je wil het. Juist dat je het er oké mee wil zijn, is natuurlijk het. Ja, het gedoetje. Daarom lijkt wat ik zeg, en dat mag ook gevonden worden, gemierenneuk, maar het komt nogal precies. Ik vind er gewoon niet zoveel van. Zelfs dat is fout. Er komt niet zoveel op van om er iets over te vinden. Want er staat namelijk nergens dat ik niet moe zou mogen zijn, of geen pijn zou mogen hebben, of niet chagrijnig zou mogen zijn. Ook niet dat ik blij zou mogen zijn, er is ook geen oordeel over. Dus die dingen die komen gewoon voorbij, zo af en toe, maar er wordt weinig van gevonden. En waar je geen energie in stopt, dat sterft vrij snel af. Ja, dat doe ik inderdaad dan. Ik ben... Toch stiekem nog energie in. Ja, yeah, yeah, right. En okay. Aandacht aan het... Nou, als we dan opletten, dan zien we gewoon dat als ik me druk maak over een stemming, zal ik maar even noemen, en ik ga daar iets mee proberen uit te halen, wat ik dan feitelijk doe, is zorgen dat het langer duurt. Terwijl ik ermee bezig ben om het op te heffen of in te ruilen voor iets leukers of weet ik veel wat. Maar die neiging die is er niet, dus het is niet eens zo van, oh, ik moet dat niet doen, want dan duurt het langer. Weet je wel? Het gebeurt gewoon niet, dus er komt een piek blijdschap of een piek irritatie en die is binnen 2 minuten pleiten. Ja, waarom zou ik me überhaupt druk maken over iets wat 2 minuten in beeld is en nog niet eens het hele beeld overneemt? Weet je wel, er zijn 100 dingen en er is gigantisch veel ruimte en daarbinnen is er één, oh blij, of nee. Ja. I don't care. Dat is ook een beetje misschien de oefening. Een fase of zo. Ja, je kunt het gaan oefenen of het kan gewoon doordringen. Als we genoeg opletten, dan zien we gewoon dat waar ik me tegen verzet, duurt langer. Wat ik probeer te veranderen in iets anders, duurt langer. Als ik dat doorheb, dan hoef ik dat toch niet te oefenen. Ik hoef het alleen te oefenen als ik het niet doorheb. Snap je wat ik bedoel? Ja, het gaat om inzicht en herkenning. Want anders wordt het een beetje, om het maar raar te zeggen, van oké, we hebben zo'n bordje en dat betekent doodlopende weg. En dan heb je zo'n weg en op het eind heb je een muur en daar rij je dan in, boom. Oh ja, nee, dan moet ik gaan oefenen om niet doodlopende wegen in te rijden. Ja, je kunt ook gewoon dat bord herkennen en ja, dan ga je linksaf. Mijn systeem heeft ook nog wel al die trucjes. En want soms kan ik dan opeens denken van, oh ja, ik hoef helemaal niks te vinden, ik hoef helemaal niks te zoeken. En dan voel je opeens die bevrijding weer, weet Good. Je wel. Goed, dat is beter dan het voortzetten, maar strikt genomen is dit ook nog steeds een trucje. Als ik zie, nee, nog een ander dom voorbeeld wat ik graag geef.
Als er een kachel aanstaat en je doet je hand op tegen, dan krijg je blaren, right? Nou, dat doet een gemiddeld mens 1 keer. Nou, laten we het ruim nemen, 2 keer. En dan doet hij dat gewoon niet meer. Hij gaat niet de hand op, heet de kachel, leg meditaties doen. Of oefeningen doen om je niet te verbranden. En hij weet gewoon, don't. En ik doe het 1000 miljoenen keer opnieuw. Ja, dus het gaat er veel meer om het dusdanig helder door te laten dringen. Dan hoef je het nooit meer te oefenen, hoef je er nooit meer aan te herinneren. Hand, hete kachel, blaren, niet fijn. Klaar. Maar het is natuurlijk het onbewuste procesjes nog van... Nee, want zo onbewust is het niet. Want je kunt het me beschrijven en je hebt al door dat je trucjes aan het toepassen bent. Nou, de trucjes toepassen, daar is nou net het probleem. Dus in het begin is dat oké, want dan krijg je meer ruimte in je systeem en krijg je dat het systeem volwassener wordt. Goed. Maar er komt ook een punt dat we de trucjes toepassen moeten laten vallen, als het ware. Want die houdt namelijk de noodzaak van het trucjes blijven toepassen in stand. En dan doet hij dus net, hè, alsof hij je aan het helpen is om verder te komen, maar hij heeft je gewoon in de tang. Want je blijft een toepassertje. Maar je bent bewustzijn en bewustzijn past helemaal niks toe. Het ziet, voelt, kijkt, luistert en that's it. Want er is niks wat het in de weg kan zetten. Snap je wat ik bedoel? Zeker, zeker. Ja, ik ben vanochtend dacht ik, zou ik gaan, zal ik niet gaan, maar ik moest op een of andere manier toch hierheen. En tot het laatste wist ik niet eens of ik hier op tijd kon komen en zo. En nu denk ik, oh ja, hiervoor moest ik even maybe. Bewustzijn ziet dus al dat er daar iets geprobeerd wordt van, ja, als ik het nou een beetje meer zo doe, dan voel ik me prettiger. En als ik het een beetje meer zo doe, dan lijkt het wakkerder en zo. Maar het is nog steeds aan die kant. En het wordt een steeds slimmer toepassertje. Maar het is nog steeds iemand. Iemand die iets zit te manipuleren eigenlijk. Ja. Het kan ook zonder. Ja, mooi. Goed. Bedankt. Thanks. Dat kwam net bij mij op. Alles gebeurt eigenlijk gewoon. En ja. Als je ik weglaat, gebeurt alles gewoon. En alles reageert op elkaar. En er zijn factoren en neigingen die volg je. En dan vraag ik me wel eens af... Zit er dan een soort van idee of plan of bedoeling achter? Of is het gewoon een systeem wat zichzelf helpt leren? Geen plan, bedoeling. Just ergens maar naartoe gaat en je kan maar kijken waar het uitkomt. En strikt genomen gaat het niet eens ergens naartoe. Het doet zich gewoon. Het is een beetje net als je de oceaan observeert. Die gaat strikt genomen ook niet echt ergens naartoe. Maar het klotst en stroomt en doet. En afhankelijk van de wind en het zoutgehalte en de temperatuur en whatnot, weet je wel, geeft het zulke golfjes of zulke. Dus dat hele idee van het universum heeft een plan, dat wordt dat spiriegedoe wat jij zo noemt, dat slaat het nergens op. Nee, dat is romantische kletskoek en christelijke residuen. Er is geen plan. Alles gebeurt gewoon. Anything goes. Yeah. Ja. En afhankelijk van de omstandigheden en wat er in het organisatiepatroon of organisme aanwezig is, gaat het een beetje zus en bij ergens anders zo. Maar die hele ik is eigenlijk overbodig. Want dat is een soort kapitein projecteren op een stuurloos schip. It doesn't make any sense. Nee. En dan... dacht ik ook nog aan het woord intuïtie. Ja, daar word ik zelf helemaal, ik heb daar helemaal niks mee. Ik denk, ja, hoe meer ik naar mijn intuïtie wil luisteren, hoe meer ik verkrampt. Dus ik doe dat helemaal niet. Maar dat impliceert ook dat er soort goede en slechte keuzes zijn. Maar dat is ook niet zo dan. Nee, strikt genomen niet. Maar wat wel zo is, als je je keuzes laat baseren op angst, is dat een stuk minder handig dan gewoon wat we normaliter noemen patroonherkenning. Dat je... Je hebt ook een soort kompas die waarschijnlijkheden kan inschatten. En als je dus
ontdaan wordt van die angstige ego-structuren of die controle-neigingen, dan kun je veel beter ontwaren van waar iets heen lijkt te gaan. Op basis van wat je al eerder ooit... Of... Ja, en gewoon omdat je een sensitief systeem hebt. Dus waarom zijn wij zo insensitief? Doordat we constant met onze belangen, en het is een hele smalle bandbreedte belangen en angsten en verlangertjes bezig zijn. Als je daar meer in ontspant, dan ga je gewoon voelen van, oh ja, het is waarschijnlijker dat dit gebeurt dan dat gebeurt. Dus waarom zou ik mijn energie gaan spenderen aan zeer onwaarschijnlijke dingen? Een soort van verstandig, voor zover je het zo kan noemen. Maar, yes. Kijk, je kunt adequate en inadequate inschattingen maken. Dus iemand kan meer of minder tegenwoordigheid van geest hebben. Dat is een andere term die er wel voor gebruikt wordt. Ik denk dat handiger is. Dan krijg je minder ellende van namelijk. Maar dat is ook een soort onderscheidingsvermogen wat je gedurende de tijd vanzelf... Yes, en dat moet geleerd worden. Die krijg je niet standaard bij. Dus het instrumentarium krijg je wel bijgeleverd. Iedereen heeft intuïtie of whatever. Maar alleen door ervaring en door werkelijk volwassen worden gaat dat optimaal functioneren. Het is net zoiets als iedereen heeft in mindere of meerdere mate een muzikale aanleg. Maar alleen degene die oefenen, die leren spelen. En als je niet de hele tijd je angsten of belangen op de voorgrond hebt liggen, dan je zou kunnen zeggen, dan kun je gewoon de totaliteit beter horen. En dan kun je ook horen van, ja, dit heeft de neiging om te gebeuren. En dan is het veel minder belangrijk of ik dat nou leuk vind of niet, of dat dat mijn belangen dient of niet. Dit gaat gebeuren. En als ik dat al zie, dan begin ik ook te begrijpen dat wat ik dan vaak noem, reality is never wrong. Weet je wel, van ik kan hoog en laag springen, maar dit gaat nu gebeuren. En niet met een bedoeling, maar gewoon omdat de voorwaarde voor dit gebeuren aanwezig was. En de voorwaarden voor dat gebeuren, wat ik liever had, die zijn niet aanwezig. Ja, it's stupid om met de onmogelijkheid to team up with impossibility, weet je wel. Tenzij ik graag gefrustreerd blijf natuurlijk. Dus het kan ook goed zijn, wil ik daar impliciet mee zeggen, dat je gewoon eigenlijk al voor een heel deel op intuïtie vaart, alleen je noemt het niet zo. Het hoeft ook geen moeite te kosten, weet je wel. Je weet gewoon, dit. Right. Cool. Je zei daar straks even dat we allemaal een soort leugenaars zijn. En dat we allemaal die kant die we, die uiterlijke schijn die we op willen houden en die innerlijke kant en dat. Het voelt zo onvrij om van anderen te willen dat ze mij zien zoals ik wil dat ze mij zien. En toch doe ik daar moeite voor, toch probeer ik dat voor elkaar te krijgen. En vind ik het eng als ik het gevoel heb dat het me niet lukt. Of dat het me uit de handen glipt, zeg maar. Dan zie ik dat nog duidelijk een ketting is waar ik aan vast zit. Dus die ik graag los zou willen krijgen. Waarom doet dat zo zeer? Of waarom is dat zo eng? Of ik ben ermee aan het spelen in mijn hoofd. Of ik ben het nog aan het onderzoeken. Ik weet niet of je er iets over kan zeggen. Of wat, nou ja, wat ik er straks al zei, van we moeten nooit vergeten dat wij sociale aapjes zijn. Dus we moeten proberen met de kudde om te gaan. Een kudde dier in zijn eentje gaat dood. En dat idee, en dat is niet die gedachtegang, maar dat gevoel, die zit vrij diep in onze cellen. Dus iedereen is eigenlijk constant aan het zoeken op het relatieve niveau van hoe kan ik aansluiting blijven houden bij de mensen en toch mijzelf zijn. En daar zit een spanningsveld. Nou, als het teveel de ene kant doorslaat of de andere kant doorslaat, in beide gevallen heb je een probleem. Dus het is een lastig dingetje om
voldoende rekening te houden met het men, zal ik maar zeggen, en voldoende mij te zijn. Als dat lukt, dan klikt er iets en dan is die issue over. Maar dat is nog niet zo eenvoudig, want ik durf te wedden dat iedereen daarmee worstelt. Dus dat wat je liegen noemt, het heeft dus ook een functie. Yes. De La Rochefoucauld die zei ergens van, als de mensen niet zouden veinzen naar elkaar, dan zou de samenleving uit elkaar vallen. Schopenhauer zei iets dergelijks. Als we niet zouden doen alsof tegen elkaar, dan zou er geen huwelijk stand houden. Alsof hij dat wist, hij was niet eens getrouwd. Niemand wou hem. Dus dit is een dingetje waar iedereen, ieder schoolplein, daar kun je het zien. Iedereen, al die kids die zitten te zoeken, wat is de plek in de pickorder, hoe hou ik mensen tevreden? En we kunnen allemaal zien van degene die er buiten valt, degene die gepest wordt, het buitenbeentje, er is altijd iemand de lul in zo'n kudde. Weet je wel, he or she is having a hell of a time. En heel vaak leidt dat tot intense eenzaamheid en soms suicide of whatever. Ja. Dit zijn hele diepe apenpatronen. We gotta figure this out. Heeft natuurlijk niks met verlichting te maken, maar wel met volwassenwording. Van ik kan prima omgaan met men en tegelijkertijd sta ik. Het voelt zo niet goed om van jou te vragen van zie mij, hoe ik wil dat jij mij ziet. Dat klopt toch niet? Of nee? Nee. Ja. Dat is ook zo. Dat is een soort dictatorachtig iets, ja. Yes. Of we gaan in de onderdanige modus, in het hou van mij. Ja. Wat oneigenlijk voelt. Ja. Maar het is best een lastig dingetje om uit te vogelen. Ook heel interessant, obviously. Ja. En op een gegeven moment kan er iets ontstaan van oké, dit is gewoon wat ik ben en zeg het maar. Daarom roep ik daar vaker over, van toen ik mijn best nog deed om erbij te horen, zal ik maar zeggen, waren er mensen die mij mochten en mensen die me niet mochten en de meesten didn't give a shit, want die kennen me niet. En vanaf het moment dat ik gewoon mij was, waren er een aantal mensen die mochten mij, een aantal mensen mochten mij niet en de meeste mensen don't give a shit, want die kennen me niet. Dus het enige waar ik kwijt was, was die innerlijke spanning en dat gevoel van corruptie wat er zat door de hele tijd te gaan lachen als ik me verdrietig voelde of ja te zeggen als ik nee voelde. Ja. Dus had ik op een gegeven moment zoiets van ik hou hier gewoon mee op. En dat wil niet zeggen dat ik antisociaal ben, want dat ben ik helemaal niet. Maar ik heb geen zin om de hele tijd te gaan lopen scannen of iedereen mij wel mag. En buiten mij te leggen de hele tijd van mag ik er wel zijn alstublieft. Want ik ben er al. Het is te laat. Ja, dus heeft het voor jou dus ook als een soort ketting gevoeld van ja, dus of hoe je je gedraagt of hoe je, het kan ook met kleding, het kan met alles zijn, maar, yes. maar gewoon, yes. Ja, het kan. Sure. Met zoveel maniertjes. En, sure. Ja. Er werd enorm geprobeerd een of andere identiteit of ik bij elkaar te krijgen en het lukte gewoon niet. Ja, op een gegeven moment heb je zoiets van fuck dit. Wat ik dan nu noem, toen niet, maar van ik kan gewoon maar één ding en dat is mij zijn. En dan moet ik maar zien wat daarvan komt. In plaats van iets gaan proberen te zijn wat ik niet ben. Wat men van mij wil, mijn ouders of de omgeving, of doe nou dit, denk aan je toekomst. Wees nou verstandig, jongen. Net als jullie. Dacht het niet. Ja, of het lukt even en het valt weer uit elkaar of zo. Ja. Want dat geeft enorme spanningen. Wat ik me nog vaag daarvan kan herinneren, is dat je dan aan de ene kant probeer je best te doen om te voldoen aan. Maar dat geeft zo'n inherente spanning dat je op een gegeven moment een hekel aan gaat krijgen aan de mensen aan wie je je eigenlijk aan gaat aanpassen en dan op een onbewaakt moment explodeert dat en je scheldt ze de huid vol, wat ook weer een overreageren is. En dan daarna moet je weer terug in je schulp kruipen en sorry en de hele tijd zo heen en weer, daar word je toch helemaal gek van. Ik kan daar niet, maar kan wel mij zijn. Nou, ik onderzoek het verder. Ja, goed. Thank you.
Nou, mooi. Nou, ik wilde je eigenlijk gewoon bedanken voor de... Shit, sorry. Voor de afgelopen jaren en alle YouTube-filmpjes en zo die ik van je gevolgd heb. En van waar ik vandaan kom en hoe ik me nu zo goed kan voelen. Cool. En zoveel volwassener en zoveel minder ingewikkeld en zoveel meer rust. Dus ja, daar wilde ik je voor bedanken. Dankjewel. Ja. Thanks. Dankjewel. Tot ziens.